Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een Spiksplinter nieuwe mod challenge. De challenge van vandaag is wederom een race challenge. We gaan namelijk racen op de Yoshi Falls Mario Kart map. En zoals je ziet, het is echt super vet. We gaan daar even een rondje eromheen vliegen en dan gaan we echt racen. De mods die we vandaag gebruiken voor het racen is de ATV mod. Dat is namelijk de lelijke quad mod. En de Flens mod van de sportauto's. Ja, we wouden eigenlijk de andere quad mod gebruiken, alleen daar waren alle hekjes werden dan verplaatst met andere blokken van de hele craft mod. Dus dat was een beetje vervelend. Maar goed, de maker van de map is Springstof. Dus ik denk dat het een Nederlander is. Wel gaaf. Ja, zeker. Ja, dus wil je graag zelf de map downloaden, kijk even in de beschrijving. Verder ook de mod downloads en de afspeellijst van de challenges staat er. Hoi joh, gevaarlijke stand. kijk hem. Pas op, want dan kan je weer blokjes mee kapot schieten. Hè? Pas maar op. Dus laat verder ook even challenges voor ons achter. Als je die leuke weet, voor de mods die we al bekeken hebben, zoals ook bijvoorbeeld de gewerenmod. En ja, laat een duimpje omhoog achter als je er zin in hebt. En dan gaan we beginnen. Can't wait. Ja. We gaan gewoon eerst even de map rondvliegen. Want dit is wel één van de simpelste. Ja, maar Mario Kart ik denk ook wel maps. Dat iedereen deze map wel kent. Ja, deze is volgens mij van de DS. Dacht ja, ik. je hebt ze op heel veel voor dan. Op de Wii zie je hem, heb je hem ook. Ja. Mario Kart 8 niet volgens mij. Maar ze hebben ook echt op de details gelet. Bijvoorbeeld hier de versnellingen van die dingen. De versnellingen, ja. Zou wel grappig zijn als je hier ook echt van die buttons neer had. Of van die pleasure plates neer had gezet met van het speed op. Speed voor 1 seconde of zo. Ja, zou wel grappig zijn. Maar misschien dat we dan dadelijk even een paar rondes doen. En dat we 1 ronde gewoon door het water moeten rijden. Alleen ik weet niet zeker hoe dat uit gaat pakken. Ik weet niet of die auto's daar tegen kunnen. Ik, bij de grote pakte ik hem nooit en bij de kleine pakte ik hem wel altijd. Het water, als ik Mario Kart deed dan. Oh, je bedoelt bij die eerste dat je wel water doet en die tweede niet. Yep. Want bij die tweede als je water deed, dan viel je er gewoon echt af. Ja, ik ben niet anders, jongen. Ja, nee, maar daar deed ik dat nooit inderdaad. Staat die. Dan, ik zou zeggen, kies je eigen auto uit. Waarbij van de... Welke pakken we is? Van de Flens. Oké, dat is die derde tap van boven. Volgens mij, je kan volgens mij de Peugeot kiezen. Alleen ik weet niet, volgens mij gaan ze allemaal even snel. Ja, dus ik denk het wel. Ik pak gewoon lekker simpel blauwe Lambo. Hup. Ik ga voor de Rolls Royce Phantom. Ik heb hem gespawned op 3 netjes. Nee, die hoeft trouwens niet. ze hebben ook een cabrio versie ervan, hè? Ik ga voor de Peugeot. Die Rolls Royce Phantom hebben ze ook een cabrio. Dus hier, drop het coupé. Ik spawn hem scheef. Ik rij zelf ook een Peugeot, dus... Juist, deze toch of niet? Ja, niet deze, maar was dan maar. Ik ben benieuwd, ik weet niet... Volgens mij kan je hier niet zo heel goed... Oh, je ziet hier wel helemaal geen drol in, hè? Dus deze moet je echt F5 doen. Ja, kijk maar. Ja, dan laat. Ik vind F5 versturen vind ik kak. Oké, volgende. Je kan die Rolls Royce en dan helemaal onderaan. Dit nee, zijn deze, die drophead coupé. Ja, je kan ook die pakken. Volgens mij gaan ze toch allemaal even snel. Ik pak de polenwagen. Doe wel maar. Even rechts spawnen. Hoppa. Ja, ik vind het prima. Lambo versus polenwagen. Alleen mijn auto is volgens mij ook nog van de voorkant iets langer. Dus, maar dat maakt denk ik niet zoveel uit. Dan mag jij af gaan tellen. 3! 2! 1, go! Zie je, die gaan echt even snel, of niet? Ja, volgens mij wel. Nee, volgens mij gaat hij voor mij harder. Oh, ja, water kan je gewoon overheen. Alleen ik kan niet achteruit kijken. Oh, wel, dat kan ik wel. Maar oh, shit. Gaat fout. Kill. Kill. Volgens mij rij jij wel slomer dan mij, of niet? Dit is echt kak, man. Vierkant blok ding. Ik doe wel zo ver mogelijk aan de buitenkant rijden en dan moet jij kijken of je mij in kan halen. Ja, ik zit hier vast in een hek, dus. Oh, ik zie. Scheidwagen.
Je moet gewoon proberen aan de binnenzijde van de map te rijden. Ik had beter mijn Peugeot kunnen houden. Ja, inderdaad. Je rijdt echt sloom. Oh, holy shit. Ziet er echt hilarisch uit van mij. Scheidpolenwagen. Ik had niet verwacht dat hij die snelheid had aangepast. Oh, dit is in ieder geval 3x dit. Doen we nog één rondetje. Maar je kan me misschien nog wel inhalen. Nou, ik denk het niet. Ik ga wel echt heel ver aan de buitenkant rijden. Zo ver mogelijk. Dat ik net niet in die hekjes beland. Oh ja, maar je komt ook gewoon helemaal niet dichterbij. Nee, niet veel, nee. Maar het probleem is als je die water bij de tweede, als je daar op het water pakt, of bij die derde, dan snij je eigenlijk niet echt af. Dan moet je juist die brug nemen. Dus had ik eigenlijk net dat water op. Serieus, ja, ik kan me echt niet inhalen, what the fuck. Nee, ik kom echt geen klap dichterbij. Ik rem wel even af hier. Nee, ik ben er vanaf getiefd. Echt? Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Waar zit jij nou? Ja, mijn wagen ligt daaronder in het water. Je ziet hem ook echt liggen daar. Ja, jij hebt deze ronde gewonnen. Oké, vooruit dan. Ja, je hebt er zelf voor gekozen om die polenwagen te pakken. Hè. Dan kies ik wel de Rolls-Royce. Die met de drop-down gedoetje. Lekker grijs. Dan ga ik voor de Mustang. De buitenkant. Hier. Op zich is die best wel dik. Je pakt de Mustang. Oh, die is ook wel gaaf. Ja, is goed. Sick. Tweede ronde dan. Drie. Dan ga ik wel, ja, drie. Twee. Eén, go. Één, go. Oh kak, ik zit achterin. Opnieuw. Ja, wacht. Dan plaats ik hem even opnieuw. Yo. Ah nee, ik zit nou ook achterin. Ja, go. Go. Mop, mop. Deze is wel super lang. Deze gaat echt veel sneller dan die vorige. Daar merk je meteen. Oh, yo! Heel je ding slipt hem, gek. Je rijdt ook gewoon echt sneller dan mij. Oh. Die schat echt hard, man. Het leek alsof jij in de hek was gespannen. Ja, daar zat ik ook. Ik zat in de hek. Oh, yo. Ik boel, man. Het lijkt alsof jij over het water heen gaat. Waar ben je nou ergens? Want jij zit nou bij mij te grinden over het hek heen en nu vlieg je boven het meer. Ik zit nou op die brug. Man. Deze auto klopt voor mij bij mij helemaal geen zak. Welke brug zit jij nou? Ik zit nu bij die versnelling in die bocht zonder die brug en nu rij ik weer richting de finish. Je moet dat echt via mijn perspectief zien, joh. Jij vliegt nou over de meer heen. Echt? Ja, ik zie jou ook niet. Waarschijnlijk was dat ook bij die andere challenge met een vliegveld zo toen jij mij niet zag. Dat was waarschijnlijk ook het geval dat ik ergens gewoon random aan het vliegen was. Nou vlieg jij bij het ei. Echt, dit is trouwens al de derde ronde, of niet? Ja, ik rij nu over het water. Hoppa. Ja, maar nu weet ik dus niet, ben ik nou ik ben nu bij de finish. Jou, of niet? Ik ben bij de finish nu, voor de derde ronde. Echt? Ja. Deze ging echt ziek snel. Ik ben hier pas. Oh, yo. Dan gaan we nou gewoon dan pakken we nou even allebei de Lambo, want ik ben bang dat als we dadelijk allebei die Mustang gaan doen, dat die bij jou ook gewoon helemaal, of bij mij ook helemaal lijkt. Oké. Okay. Dan pakken we allebei gewoon de Lambo. Oh, lichtblauw. Hoppakee. Ik ga weer, net als in de vorige map die we toen gedaan hebben, pak ik weer gewoon wit. Witje. Sneeuwwitje. Volgens mij span je hem nou wel ietsjes naar voren, maakt niet uit. Jongen, jij zegt op het derde blok. Ja, ik doe wel ook op derde. Ja, nou heb ik op vier. Ja, nou heb ik alweer op drie. Ik doe wel vier. Ja, vier. Nou is het netjes. Yes. Oh, shit, ik reed al een stukje. Oh. Wacht, ik sta achterbak. Hij gaat wel stiekem liggen rijden. Ja, ik drukte één keer erop. Ja, is goed. 3, 2, 1. Let's go. Oh, hij gaat afsnijden daar. Mop. Kijk, deze rijdt tenminste wel een beetje fatsoenlijk. Maar nu doen we gewoon echt serieuze modus, hè. Hoe? What the fuck? Reed je tegen mij aan? Weet ik niet, want zat je te slippen dan? In één keer ging mijn wagen in één keer omhoog.
Het lijkt echt alsof je in het ding gaat glijden. Oh nee! Oh, zit jij vast? Nee, ik zit nou achter jou. Je zat vast bij de hekje, of niet? Ja, ik knalde tegen de hekje aan. Hekje. Shit, jij rijdt nu net voor me. Ja, ik doe wel in first person gewoon racen. Ik ook. Ja, ik zat net in F5. What the fuck? Was een beetje je rijdt helemaal met je voorkant van je wagen in die greppel. Waar, wow, helemaal schuin. Ja. Je hangt met heel jouw voorkant van jouw wagen, rij jij in dat gat. Maar ik zie nou ook niet waar jij ergens zit. Oh, daar ben jij. Als jij naar achter kijkt, dan draait die wagen ook. Dan rij je vol achteruit. Dadelijk zal ik wel racen in die Mustang. Dan ga je echt hard lachen, want dan vliegt hij gewoon helemaal... Trouwens, dit was de final map nu. Final lap. Ik weet dat deuntje trouwens helemaal niet eens. Weet jij dat deuntje toevallig? Nee, ik weet niet. Van als je de final lap hebt. Ik zal deze wel eerlijker voor jou maken. Dat ik hier de buitenkant neem. Wow, yo! Voor jou? Zet je nou te ik slippen? Ik zit voor jou, of niet? Nee, volgens mij niet. In mijn beeld niet. Oh, nou zet je in mij. Nou is het fotofinish bij mij. Maar ik kom net iets eerder. Ik kwam... Oh, bij mij was ik veel eerder, man. What the heck? Lek. Dat kan best zijn, ja, ik weet niet. Mooi, man. Doe eens even in die Mustang. Ja, dan zien. Ga je echt hard lachen. Je had die gele Mustang, hè? Ja. Ja, maakt trouwens helemaal niet uit. Je had die Shelby, had jij gewoon? Ja, Shelby gewoon. Oh, maar ze hebben ook een Crown Victoria. Dat is ook een andere. Ik pak deze wel. Wiu. Deze rijdt helemaal niet fijn. Deze had je toch, hè? Ja. Hier moet je kijken. Ja. Misschien dat het niet bij mij werkt. Oh, ja, natuurlijk. Hij gaat gewoon achterin zitten. Nee, je moet denk ik om mij heen vliegen, want... Rij je. Huh? Ik stap uit en ik zie jou niet. Oh, je gaat tering hard. Oh. Zie je mij over het water heen vliegen of zo? Nee, dat niet. Oh. Nee, hij gaat nou inderdaad wel echt hard. Nou schiet jij in één keer naar de andere kant. Die gaat inderdaad wel harder, hè? Ja, die gaat echt hard. Maar ik vind dat zo'n lelijke auto, jongen, hier in de... In het echt is hij wel echt vet, maar... Oh. Dat zou je niet zeggen, hè? Het lijkt echt alsof hij harder gaat dan de Lambo. Maar dan, anders zet je alvast de kwadjes neer voor de laatste race. Hoe? Mag jij wel twee mooie kleuren uitkiezen? Hey! De polenwagen. Ik vind die zo mooi, hè. Wat voor een ding is dat, jongen. Ik vind die echt prachtig. Kom je nou vanuit de andere kant? Ik sta hier nou. Oh, dat kunnen we trouwens wel doen. Dat we nou met die quads gewoon de andere kant op rijden. Dat we nou deze kant op doen. Dat is een goeie. Dat is wel leuk. Ik pak geel. Pak wel weer grijs. Ik weet alleen niet hoe die gespawnd worden. Wat? Die dingen kunnen bijna niet kapot. Er kwam er nog één. Ja, die dingen kunnen bijna niet kapot. Dat is wel een beetje vervelend. Oh ja, die van mij is ook scheef. Oh. Die rijden wel hard, of niet? Zo! Oh, joh. Alleen die rijden ook een beetje blokkerig. Netjes, man. Die van mij die draai ik wel even een beetje zo. Oh. Nee, we gaan de andere kant op, hè. Dus dan beginnen we met deze. Ja, jij die kant en ik die kant. Ja. Hoi, dat kan ook. Is goed. Ik dacht dat je zo bedoelde. Dat er eentje die kant op rijdt en de ander die kant. Nee, ik dacht eigenlijk allebei. Maar zo kan ook. Oké. Okay. 3. 2. 1. Go. Wow, yo. Die rijden echt knijterhard. Mop. Oh, je moet je sturen met waar je heen kijkt. Ja. Je gaat in het water ga je fucking zacht. Wel, ik ben er nog niet eens, man. Ik lag best wel een beetje hiermee. Of in ieder geval, het rijden is niet echt vloeiend. What the fuck? Kijk hoe ver jij voor ligt, man. Oh. Oei. Kijk damage. Dat kan toch niet? Hoezo rij jij 10 keer zo hard als mij? Dan ik, jongen. Het leuke is, je hebt nu door de water ingereden. Hé, waar ben jij? Ja, ik bij mij ging jij bij de finish. Ik ben hier pas. Ik reed knijter slow, man. Ik ga best wel hard. Ik denk dat die gele gewoon... 3 rondes, hè? Ja, ik denk dat die... Ja, je weet nu al wie de winnaar is, jongen. Die gele rijdt graf slow. Of die grijze. Oh! Oh. Mooi idee, ik jongen. Doe denk dat is ik echt mooi. Iets fout. Maar dat lijkt me hoe stuur jij? Ja, gewoon kijken.
Je kan ook bijna niet. Nee, je moet kijken, want je kan niet naar de zijkant. Kan dit nou, jongen? Hey! Wat dan was ik daar die gele pak? Dat zal wel zijn, als hij daar echt sneller is, maar dat lijkt me sterk. Nee, dat denk ik ook niet. Huh? Nou ben je alweer hier. Nou, ik ga wel proberen met die gele. Ik ben nu bij de finish. Die gele is serieus een stuk sneller. Echt? Volgens mij wel. Ik weet het niet, wacht. Nee, jongen. Probeer mij eens in te halen dan. Ja, inhalen. Oh, jij rijdt wel echt... Jij rijdt wel echt verder weg van mij. Mop, mop, mop. Kom deze kant op. Dat geluid, joh. Oké, als we nou even zo blijven rijden... Kijk of jij afstand van mij neemt. Volgens mij niet. Ja, je rijdt wel harder dan ik, hoor. Het scheelt niet veel, maar je rijdt wel harder. Wel ja? Serieus? Ja, want jij maakt nou meer afstand dan waar we in het begin reden. In het begin reed ik bijna Japan. Ja, serieus? Had gelijk. Maar ik heb wel gewonnen. Oh, daar ging ik. Flikkert hier naar beneden. Heb ik alsnog gewonnen. Oh, kak, naar val ik snel op. Dat deed je sowieso niet expres, of wel? Mooi man, nee. Die wagen ligt nog steeds te verzuipen. Daar ligt die helemaal onder in de map. Ruïne. Ja, ik kan... volgens mij heb jij dan gewonnen, of niet? Want we hebben niet echt de score bijgehouden vandaag. Heb gewonnen. De eerste race had ik gewonnen. Die tweede race... Ja, dat was fotofinish volgens mij, met die Lambo's. Oh nee, ja. Jij hebt wel volgens mij gewonnen, want die Shelby had je ook gewonnen. Ja, klopt. Ja, dus heb jij ik vandaag gewonnen, jongen. Hoppa! Gefeliciteerd! Ja, dus dat was hem weer voor vandaag, mensen. Vonden jullie de video leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Laat even achter wat je ervan vond. En als jij toevallig een leuke challenge voor ons weet, laat die ook even achter. Met alle mods die we al bekeken hebben. In de beschrijving kan je zien welke mods we allemaal al bekeken hebben. Namelijk in de afspeellijst. Quad party! Wow, yo. Dikke triathlon hier. En ja, ben je nieuw, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste uploads. Verder kan je de map downloaden in de beschrijving. En ook de mods. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later. Later mensen.